weekend, de vakantieweek in Millezen. Ja, die heeft de slotavond met het slotspel, Daan van Draa. Ja, ik denk dat jullie terug kunnen kijken op een prachtige week. Ja, we hebben een fantastische week gehad. Kinderen zijn dik tevreden, ouders zijn dik tevreden. We hebben net een rondje door het dorp gelopen met onze optocht. En we hebben alleen maar complimenten gehad van de ouders langs de kant. Zelfs een doos merci gekregen van een ouder. Dus ja, dat is wel een compliment naar de werkgroep en iedereen die ons steunt. Ik moet zeggen, die optocht, ik heb het nog nooit gezien, maar dit is eigenlijk best wel een hele leuke geste waar dat bijna heel het dorp op uitloopt. Ja, er zijn veel ouders langs de kant, opa's, oma's, de buren zijn benieuwd naar wat de kinderen van de buurman doen. En ja, ouders zijn enthousiast. En de wagentjes die in optocht toch meegaan, die zijn leuk, die zijn aangepast aan het thema. Ja, prachtig. Ik ga nu even wat mensen bedanken en daar hoort de leiding zeker bij. En dan moet ik ook inderdaad echt eraan trekken om die weer voor volgend jaar terug te krijgen. Want het wordt eigenlijk toch wel met het jaar een beetje moeilijker. Als je gaat kijken naar de winnaars, de bovenbouw en de onderbouw, hebben iedere winnaar? Ja, bovenbouw en onderbouw hebben iedere winnaar. Groep 9 bij de onderbouw en groep 19 bij de bovenbouw. En bij de kleuters heeft groepje 6 heeft gewonnen. En dat waren weer mooie medailles die te zien waren in de optocht, hè? Ja, zeer zeker. Dat is een beetje standaard elk jaar dat de eerste drie groepen dat krijgt. En over 358 dagen wederom kindervakantieweek Millezen. Ja, 5 tot en met 9 augustus volgend jaar. De bedoeling is veel plezier nog. Hartstikke bedankt. Drie jonge gasten van de kindervakantieweek in Millezen. Ik wil eventjes de namen weten, jongens. Finn Dolvens, Jurgen Strijbos, Keihard. Wat hebben jullie met deze week eigenlijk aan plezier beleefd? Is het gezellig geweest? Ja, heel gezellig, want we zijn ook naar de Nederheide wezen. Ja, show van sportdag en zo. Ja. Ja. Wat heb je van de week nog meer gedaan? We hebben op de bocht hebben een sportdag gedaan. En op maandag hebben we hutten gebouwd. Hier aan de achterkant staan alle platen van de hutten die op de voorkant. En vrijdag hebben we kar gemaakt, hebben een optocht gedaan en nog spellen op het veldje. Is het altijd een hele gezellige week? Want voor hoeveel keer doe je mee? Ik doe dan voor het derde jaar mee, omdat ik eigenlijk uit Liesel kom. Alleen hier is het gewoon veel leuker. En gewoon heel deze week. In Liesel is het 3 dagen, dus ja, hier 5 dagen. Waarom is het leuker hier als in Liesel? Hier kan je veel meer doen en hier is het gewoon veel gezelliger, leuker. Is dit nou het laatste jaar voor jullie dat jullie mee mogen doen? Volgend jaar mogen we nog 1 jaar meedoen. En ja, vinden we best wel leuk om weer een jaartje nog mee te kunnen doen. En dan als je klaar bent eigenlijk over een jaar, hè, want dan mag je nog 2 jaar meedoen, ga je dan als leiding meedoen? Dat weet ik niet, maar misschien zou het wel kunnen. Jel, jel, jel. Winnen doen wij wel. Ja, winnen doen wij wel. Hey.